1 augustus 2017, een dag die ik nooit meer vergeten zal, is mijn 31-jarige zoon Koen vrijwillig uit het leven gestapt. Volledig onverwacht, er was niks in de gaten, niemand heeft om iets gemerkt en dat is ons overkomen. Ja, dan stort de wereld in elkaar. Dan heb je totaal geen zin meer, je snapt het niet. Ik begreep helemaal niet dat mensen nog blij konden zijn. En alles ging gewoon door. Een keiharde mogelslag. Het is wat mijn zoon, Ido al eens zei van, Koen kan hard slaan, maar dat hij keihard die mogelslag zo hard aankwam, dat we nooit in de gaten gaat, nooit. En ik werd ook een andere persoon. Ik vond het helemaal niet leuk zoals ik werd eigenlijk. Maar je leefde, ja eigenlijk leefde je niet. Ik sta hier nu met een motorbike. Ik had jaren totaal geen zin meer aan motorbiken. Totaal geen zin meer om te werken. Terwijl ik mijn werk en sporten het mooiste vind wat er eigenlijk maar is. Maar toch duurde dat heel lang. Wat heel belangrijk is, is dat je gaat praten met elkaar. Wij hebben daar enorm veel over gepraat. En dat je praat over bijvoorbeeld zelfdoding. Dat is nog een heel groot taboe in Nederland en in de hele wereld eigenlijk. Zelfdoding is iets van vroeger waar men niet over praat. En dat hebben we wel gedaan. We hebben zelfs een stichting opgericht. HEPA heet die stichting. Om te praten met elkaar, met mensen in gesprek te gaan. Over het leven, over de liefde, over de dood. Over zelfdoding, over emotie. Wat is daar aan de hand en hoe ga je daarmee om? Hoe leer je daarmee om te gaan? En de enige manier is door erover te praten en er toch een andere betekenis aan te geven. We helpen nu heel veel mensen ook met te leren praten over wat gebeurt er als er een bepaalde crisis is, nu in de coronacrisis. Hoe ga je daar weer mee om? Dat heeft een enorme impact, maar je kunt er kracht uithalen. En als je in staat bent om de kracht uit te halen, ja, dan noem ik dat kracht is creativiteit. En dan kun je door met je leven. Er zijn bijzondere mensen in de wereld die iedere keer weer door kunnen met de tegenslagen die ze toch te verwerken krijgen. En niemand in de wereld ontkomt eraan dat die weerstanden krijgen en tegenslagen. Dus hoe ga je daarmee om? Ja, ik mis Koen nog enorm. Als ik daarover heb, dan kan ik ook heel verdrietig worden. Maar missen is best een hele fijne emotie. En dat moet je gewoon toelaten. Dus leer om te gaan met emotie. Leer om te gaan met de weerstanden, de tegenslagen die op je pad komen. Leer om te gaan met weerstanden, met tegenslagen. Haal er kracht uit. Kracht betekent creativiteit. En daar kunnen wij enorm goed mee helpen.